Een hele goede morgen, het is woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben al aangekleed en bepakt en bezakt, want ik ga op naar mijn eerste afspraak, dus... En volgens mij is het best wel koud. Nou, ik stond naast mijn bed en dat... Dus, ik ga het hoort op, dus let's go. En ondertussen kom ik weer binnen rollen naar mijn boodschappen. Ik denk, oh kut, ga ik de vlog eens aanzetten. Misschien wel makkelijk. Hier zit mijn haarbeeld. Het is lekker weer. Ron is thuis gekomen, want het is koud. Ik eet spinazie. Jee. Ron en Ron eet pizza. En het is Valentijnsdag vandaag. En wat doen we met Valentijn? Geen moer. Het is elke dag een Valentijn, zeggen we. Ik heb nog meer boodschappen. Tomaatjes, komkommer. Ik was helemaal verslaafd aan de paprika mix. Dat neemt ze lekker mee naar school. Boodschappenvloggie. Wat hebben we meer? Feta blokjes. Dat wil ik dus salade gaan maken met tomaatjes, komkommer en feta blokjes. Daar heb ik echt een vraag trek in. Nou, ga het maar halen, want anders... Saladekruiden. Ook wel lekker. Wat hebben we meer? Zalm. En sojasaus. En zo'n gedroogde tomaatjes voor bij mijn spinazie vanavond. Dus, ik ga het even verder uitpakken. Lunchen. En ter plekke dood niet op pleuren, denk ik. Want ik ben moe. Wauw, maar goed. Dus. Zo, ondertussen is het 3 uur. En ik heb hier maar even op elkaar staan. Ja, geflikkerd. Dus. Roontje is vroeg thuis gekomen. En die was ook zo weer weg. Super romantisch op Valentijnsdag. Maar ja, wij doen niks met Valentijnsdag. Het is hier elke dag Valentijnsdag, zeg maar. Wat vinden jullie daar nog van, Valentijnsdag? Vind je het echt leuk? En vind je het... Ja, natuurlijk als je jong bent en net verliefd bent, is het natuurlijk hartstikke leuk. Maar als je 14 jaar getrouwd bent, 15 jaar, dan... Het is een beetje vanzelfsprekend, toch? Vind ik dan. Tuurlijk, kopen we wat voor elkaar. Geen uitgebreide, dure shit cadeaus of wat dan ook. Als je weet wat ik voor Ron heb gekocht, lig je in een deuk. Hij is helemaal gek van die kersendropjes en van die Coca-Cola flesdropjes van Haribo. Ja, 2 zakken snoep gekocht. En voorheen haalden we altijd even een tompoes of zo, weet je wel, voor bij de koffie. Maar... Tompoes en Rachel is zinloos geweld, dus doen we maar niet. Dus ik ben wel benieuwd, wat doen jullie met Valentijn? Of ga je lekker gezellig uit eten? Dat wil ik wel doen, zondag ergens met een mannetje naartoe. Want zondag is de 18e. En dan zijn we 23 jaar samen. Ja. Dat vind ik eigenlijk best wel een hele tijd. Dus dan wil ik even quality time met mijn husband. Dus gaan we even kijken of we dat kunnen fixen en wat we kunnen gaan doen. En misschien loopt de planning nog helemaal anders. Dat ik zeg zondag, we kijken maar, doe je erop maar op en dan gaan we naar je vrienden toe. Dat weet je toch nooit hier. Dus ja. Ja. En verder wat te lullen. Nee, ja. Story time, maar ik weet niet echt een... verhaal dat je zegt van nou misschien komt het van de week nog wel, maar nu tijdens het eten, ik heb geen inspiratie. Ik zal weer uit snijden. Ja, ik ga een keer spinazie wokken. Ik vergeet altijd diepvries spinazie, niks mis mee, hartstikke lekker. Maar toen ik het ziekenhuis lag, kreeg ik dan verse gewokte spinazie met aardappelpuree en een gebakken ei en dat was zo lekker. Dus dat ga ik weer een keer maken, want dat heb ik de hele tijd niet gemaakt. Oh, en ik heb zo'n gedroogde tomaatje gekocht, maar ik weet niet of dat gaat werken. Want ik zat even naar de ingrediënten te kijken en het is niet helemaal reetproef, geloof ik. Oh, ja, wat is wel reetproef? Ja. Vis. Groenten. Vlees. Maar ja, dat wordt ook steeds minder. Ik kan steeds meer verdragen. Wat heb ik nou gisteren gegeten? Je weet geen eens meer.
Wat een korkie ook, hè. Maar goed, ik heb gekropen gisteren. Dat weet ik wel. Halleluja. Dus ja. Oh, die vegetarische kip. Dat heb ik gisteren gegeten. Super lekker. Ik ging dood gisteravond. Wauw. Maar goed. Leer er maar mee leven, hoor ik dan op de achtergrond zeggen. Dus, zo, uitgesneden. Valt me mee dat hij niet te jank uit wordt. Nee, niet zo verlastend. Dus, ja, nog 2 dagen is het weekend. Lekker. We hebben niet echt plannen voor het weekend, geloof ik. Nee. Ja, ik zou met Rasje al een nieuwe föhn gaan kopen, maar die heb ik natuurlijk gisteren binnen gehad. Maar ik verzin wel weer wat anders wat ik kan kopen. Ja. Wat wil je hebben dan? Nee, weet ik veel. Ja, ik wil wel een nieuwe kruimeltief hebben en zo. Ja. Heb je het nodig, weet je wel? Deze doet het nog. Is niet zonde. Ga dat weer. Fuck it. Geld moet rollen, zeggen ze toch? Dus. Maar goed. Ik ga maar weer verder. Met alles klein snijden. Nou, alles. Het is alleen maar knoflook en ui. Meer niet. Een aardappelpuree komt weliswaar uit het pakje vandaag. Fuck it. En nee, mag ik ook niet hebben. Maar ja, ik heb geen zin om alles te koken en zo. Dus ja, ik ga dan ruim denken. Met alle gevolgen van dien. Maar ja, goed. Ik ken niet overal rekening mee houden, toch? Ja, ik kwam wel mijn gezin in en heb geleven. Dus, oh, en ik had zo graag naar buiten gewild. Even lekker wandelen. Maar ik kwam buiten en wauw, koud. Zo fucking koud. Echt niet normaal. Ik heb gewoon 4 truien aan nu. Mietje. En de kachel staat op 4. Dus Rome wordt helemaal gek dadelijk als hij thuis komt. Want die kan niet tegen een kachel aan in huis. Ik eerlijk gezegd ook niet, want ik heb morgen zulke dikke ogen. Maar goed. Als je het koud hebt, heb je het koud. Toch? En ja, je kon nog meer kleren aantrekken, maar ik ben niet van plan om als een ijsbeer in mijn eigen huis te gaan zitten. Dus, zo te doen. Nou, ben wel benieuwd, wat doen jullie met Valentijn? Let me know. Ga ik even verder de keuken verkrachten hier zo. Doei! En Rasje heeft wat lekkers gemaakt op school. En het recept volgt nog. Tikkie thuis. Ze is even gauw het receptje aan het opschrijven. Van wat ik net liet zien. We hebben gegeten, ik ga koffie drinken, opruimen en let the drama begin. Het is maar echt te weinig. Je hebt bloem, suiker, vanille, bladeren en persie. Is dat alles? Nee, melk. Wordt vervolgd. En ik heb wat moois gehad. Roosjes. Heb ik, hè? Heb ik gehaald. Ze hebben samen met papa gehaald. Voor Valentijn. Goedemorgen, het is alweer donderdag. Nog 1 dagje in het weekend. Oh, heerlijk.
Dus ik ben een tijdje wakker. Ik heb al even wat dingetjes gedaan. Ik ga nu heel even gaan stofzuigen. En daarna ga ik even boodschappen doen. Ja. Ik had vanmorgen alleen mijn broodje gehaald. Maar ik moet nog even dingen halen voor de nasi. Te eten maar een keertje nasi met saté. Ik wist het niet. Dus. Het is kut weer. Weer. Maar goed. Outfit, simpel truitje. Dus, ik ga stofzuigen en dan mijn boodschappen halen. En dan kan je zo beter zien wat ik gisteren voor Valentijn heb gehad. Roosjes met hartjes. Super cute. Love it. Zo, en ik heb jullie maar weer in de keuken geparkeerd. Want, ik hoef hier niet veel van vloggen vandaag. Waarom niet? Omdat er ineens een afspraak tussendoor kwam. Dus ik sta nu al mijn saté te rijgen. Wat eet je dan? Ik eet nasi met saté. Homemade saté. Niet uit een pakje saté. Dat was laatst. Mijn moedertje die ging ook nasi of bami maken of zo. En dan haalden ze van die kant-en-klare bakjes saté uit de diepvries. Oké. Als je echt niks anders kan, prima. Maar vers is toch altijd beter, toch? Maar goed, wij eten nasi met saté. Dus ik sta nu saté te rijgen. En als ik ergens een pleurishekel aan heb, is het saté rijgen. Je kan het natuurlijk ook gewoon zo stukjes in de pan flikkeren. Want dat vind ik dan niet lekker, want dan is het niet saté. Ja, zeker. Dus. Nee, saté hoort bij mij op een stokje zitten. Anders vind ik het geen saté. Nou, hoeren. Niet te doen, reet. Werkelijk waar. Dus. Kopen jullie wel eens van die kant-en-klare bakjes saté? Of vind je het zelf lekkerder maken? Ja, ik zweer het erbij. Zelf maken is gewoon echt veel lekkerder. Echt veel lekkerder. Maar ja, goed. Niet iedereen heeft tijd, zin en skills. En, nou, skills. Pff, even googlen en je keer saté maken, toch? Dan ga ik ook niet zeggen omdat het goedkoper is, want het is echt niet goedkoper. Vind ik. Dus. Zo te doen. Dat moet laten doen, joh. Maar goed, er kwam dus even een afspraak tussendoor. Ik had eigenlijk om 4 een afspraak. Er komt nu nog een afspraak van 3 uur tussendoor. Dus het is één fucking chaos. En ik had mezelf beloofd deze week geen afspraken te plannen. Maar goed. Dat hebben we dus niet voor het zeggen. En ik haat dat zo, hè. Als dingen wijzigen. En ik me weer moet aanpassen. Nou ja, haat het. Het is gewoon vervelend. Ik kan me heel moeilijk op instellen, zeg maar. Dus ja. Maar ja, goed. Ik ben dan hopelijk wel op tijd thuis. Nou, niet voor Ras. Want Ras is om 3 uur uit of zo. Dus die loopt het net mis. Maar ja, goed. Zo thuis kom ik even eten maken. En dan kunnen we gezellig met z'n drietjes gaan eten. Jee. Dus zo te doen. En dan morgen nog even 1 dagje. En dan is het lekker weekend. En dan blijft nu echt een stuk kip aan mijn dingetje zitten. En wat hebben we in het weekend? Niks. Nee, niet veel. Nee, niet echt een planning of zo. Gewoon lekker chill makkie aan. Een beetje winkelen met Ras, denk ik. Ja, en verder zien we het wel wat we gaan doen. Ja, ik weet ook niet wat Roos' plannen zijn, eerlijk gezegd. Oh nee. De familieplanning hebben we ook niet. Dus. Maar goed. Als het net zo ook weer is als nu, dan ben ik wel helemaal gelukkig. Want ik ging naar buiten, want ik ging weer foto's maken. Ah. Ja, we hebben helemaal into de foto's. Dus ja. Niet veel vloggen vandaag. Ja, vanavond heb ik gewoon niet veel te vloggen. Want het is dadelijk eten, douchen en mijn nest in. Dus. Nou, ik wil mijn nagels ook nog doen. Maar ja, dat gaat nou niet, hè. Reetje loopt te klagen en te zeiken. Ik heb hem door. Ja, ik heb hem door. Maar goed. Ik ga het verder kippen aan een stokje. Kleuren. Dus.
Een hele goede morgen. Het is vrijdag. Bij de weekend. Yes. Ja, dus ik heb al even een paar dingetjes gedaan weer. En ik ga nu even boodschappen doen. Ik heb even mijn huis opgeruimd. En Rasje is lekker vroeg vrij. Dus nu boodschappen doen, daarna lunch halen voor het kind. En dan, ja, weet ik eigenlijk niet of we vanmiddag nog wat gaan doen. Het is wel lekker weer. Maar er worden ook pakketjes verzorgd. Dus, lastig, lastig. Maar goed, zien we wel. Dus het is even weekend. Rasje gaat vanavond naar huis. De laatste thuiswedstrijd. Ik zit nog heel even te twijfelen of ik meega. Aan de ene kant zeg ik, ja, leuk, fan. En aan de andere kant denk ik van, nee, je hebt een kutnacht gehad. Doet jezelf niet aan, weet je wel. Maar goed, dat zien we dan wel. Dus, maar ik ga nu boodschappen doen. En het is ondertussen al lunchtijd, dus we gaan lunchen. Zenmodus om. Nou, goed gedaan. Yes. Kopje verse gemberthee. En even zen voor deze moeder. Druk, druk, druk geweest. Maar even geluncht met mijn schatje. Maar nu ben ik even verrotti. En de zon schijnt nog steeds. En ik wil zo graag naar buiten een stuk lopen. Maar ik weet dat het gewoon even nat dan is. Maar ja, morgen wordt het ook nog redelijk weer. Misschien ga ik het weekend nog even heen in Amsterdam. Ook even zin in. Ja. Even kijken hoe het loopt. Ik weet natuurlijk niet wat Roon van plan is. En we zijn zondag natuurlijk 23 jaar samen. Dus. Ik moet echt, echt wel onder de zonnebank. Ik kom best een blik als ik weet niet wat. Genoeg gezeik, moeders. Dus. Ja. Ik ga even lekker liggen, denk ik. Misschien slaap ik nog een uurtje. Natuurlijk niet. Maar goed. Ik heb in ieder geval mijn nagels gedaan. Dat wilde ik al de hele week doen. Het is grijs, maar het toont zwart. Heb ik zin in. Doe schrik. Dus ik ga even liggen. En Rasje en ik gaan eten. Met z'n tweetjes, want Roon is later. En ik ga de vlog afsluiten, want het is fucking 8 uur, we hebben gezellig live gezeten. En dan vergeet je de tijd helemaal, maar ik moet echt naar bed. Want er gaat iets niet helemaal goed, want ik krijg ineens allemaal bloeduitstortingen in mijn gezicht. Dat is niet best, ik weet waarvan het komt, maar ik ga het niet too much information delen met jullie. Morgen hadden we eigenlijk niks te doen, maar ik en Ras hebben besloten om morgenochtend even lekker een paar croissantjes te halen en lekker richting Amsterdam te rijden. Om daar lekker de Bijenkorf in te duiken. Dus, maar voor nu ga ik me afsluiten en ik zie jullie morgen. Doei! Een hele goede morgen, het is zaterdag en ik zit met deze meid in de auto. We hebben gauw een broodje gehaald en we gaan nu richting Amsterdam. Wij willen naar de Bijenkorf in Amsterdam. En even naar de Corner Bakery als we het kunnen vinden. Dus dat gaan we even doen. Dus chop chop gas erop. We zijn in de Bijenkorf. Ja, wordt opgemaakt. Ik ken hem toch niet. Chloe, Balenciaga. Daar is Chloe. Ja.
Nee, maar we hebben gewoon een foto van maken voor papa. Ja, wat vind je van Amsterdam, Roos? Ja, lachen, hè? Oké. Even gevlochten. Onvliek. En ik ga hierbij de vlog afsluiten. Het is vroeg, ik weet het. Maar we hebben niet meer veel te vloggen. Ik ga zo lekker even een bankje op. Dan ga ik douchen. En dan ga ik naar bed. Morgen weer een planning, dus. Maar goed, neem ik jullie weer gezellig mee. We hebben vandaag in ieder geval een topdag gehad. Topmeid. Yes. We zijn helemaal gaar. Dus dan gaan we er even lekker van nagenieten. En morgen weer verder. Dus duimpje omhoog als je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei!